eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Go to Gym. Ben jij überhaupt een beetje open over jouw ervaringen op het gebied van seks en drugs? Best, ja. Ja. Ook over die eerste keren? Ja, best wel. Ja, ik heb altijd al goede ervaringen gehad. Nooit gênante? Een beetje misschien. Maar ja, veel van de eerste keren liggen ook achter mij. Dus we gaan terug in de tijd. Oh ja, we gaan heel erg terug. Go to Gym werd per ongeluk rapper toen zijn vrienden het nummer Tweede Klas Shit dropten. De tekst Ik word wakker en ik heb weer kankerveel gebloot moest herkenbaar zijn, want dit nummer groeide uit tot een ware culthit. En in autotune rapte hij over onder andere drugs, snelle seks en het studentenleven. 3MMC. Ja. Het is geen wachtwoord, het is een drugs. Ja, nieuwe drugs. Nieuwe drugs. Ik was op een huisfeestje. Ja. En mensen hadden daar 3MMC bij zich. Ja, op internet gekocht. Ook in hele grote hoeveelheid. Dat is niet veilig. Nee, want 3MMC kan gevaarlijk zijn. En dat komt omdat er nog heel weinig bekend is over deze designerdruk. Je bent dus, als je dit gebruikt, je eigen proefkonijn. Wat deze proefkonijnen ons wel verteld hebben, is dat de nadelen van 3MMC onder andere zijn hoofdpijn, verwarring, hartkloppingen, misselijkheid, spierspasmes, angst en paranoia. Daarnaast kan je ook nog eens de neiging krijgen om heel veel bij te pakken. Het is dus echt best wel verslavend. Pas dus op met 3MMC. En er werd daar rondgegaan met een moersleutel. Dus dat was de lepel? Ja, dat was hun. Ik was er geen fan van, maar dat was meer gewoon ik probeer even te omschrijven wat de situatie was. Ja, nee, dat is goed. Toen dacht ik van ja, ik wil het wel een keer proberen, want ik had best wel wat dingen over gehoord. En ook veel negatieve dingen. Want ik hoorde eigenlijk veel verhalen van mensen die verslaafd waren geraakt en dat soort shit. Dat het heel heftig was. Mm-hmm. En toen heb ik het gedaan en ik vond zelf helemaal niks. Maar, vertel even, want jij zat dus op een bank op dat huisfeestje. Ja. Iemand gaf jou 3MMC en een moersleutel. Nee, ik heb zonder de moersleutel. Oh, ik ben gewoon naar de wc gegaan met een klein sleutel. Oh, met een klein sleutel, ja. Oh ja, en toen heb je het gesnoven. Ja, ja. Want dat is wat je doet. Ja, ja. En voelde je gelijk iets? Nou, ik denk dat het best wel snel. Het werkt denk ik even snel in als cocaïne. Maar je voelt een beetje MDMA-gevoel opborrelen. Normaal als je MDMA doet, dan komt het op een gegeven moment, gaat het helemaal overal. Neemt het je lijf over? Neemt je helemaal over. Maar het nam me de hele tijd niet over. Dus het stopte de hele tijd hier zo'n beetje. Mm. Als het hier begint, dan gaat het tot hier. En dan, ja, echt na een half uur of zo dacht ik wel van oké, nu moet ik wel meer snuiven, want het gaat niet meer beter worden dan dit. Dus in dat opzicht lijkt het wel op cocaïne. Precies. Dus toen dacht ik van, oké, dan doe ik maar nog een keer. En toen was het weer datzelfde gevoel en dat stopte ook weer daar. Toen dacht ik van, oké, nou, dan proberen we het nog een keer. En toen dacht ik van, ja, oké, fuck this shit. Zie jij jezelf als proefkonijn? Nee. Nou ja, ook omdat je ergens al wist dat het heel verslavend was. Ja. Je wist dat het bepaalde effecten had waar jij niet per se heel erg in geïnteresseerd bent. Maar toch denkt, ik wil het even proberen. Ik was van mening van oké, het is een beetje zoals cocaïne. Dus dan hoef ik het eigenlijk sowieso niet echt. En dan kan ik het gewoon één keer proberen en dan laat ik het lekker Maar, maar het feit dat je het heel graag dus toch wil proberen. Ja, ik wilde gewoon even weten what the fuss is about. Ja, precies. Je wilt erover mee kunnen praten. Ja, gewoon even van oké, nu weet ik wat het is en weet ik dat het kut is. Beffen. Eerste keer beffen. Vond je het vies of vond je het lekker? Ik vond het de eerste keer vond ik niet lekker. Oh. Nee. Als in van, ik dacht dat ik het heel erg naar vond. Wat vond je zo naar? De vagina? Het feit dat je met je mond daar moet gaan. Je vond het vies? Ja. Dus ik heb dat echt best wel lang niet gedaan met mijn eerste vriendinnetje. En zij wilde heel graag dat ik dat ging doen. Wat ik ook begrijp natuurlijk, want zij pijn mij natuurlijk ook. Dus dat is heel normaal dat je dan hetzelfde terug wilt. Alleen ik durfde het gewoon heel lang niet. En toen heb ik het voor het eerst hebben we het maar geprobeerd in bad. Hoe oud was je? 16 of 17 denk ik. In bad? Ja, 17. Eigenlijk sindsdien, toen kwam ik eigenlijk achter dat het helemaal niet zo'n erg probleem was. Nee. En sindsdien ben ik fan. En hoe kwam dat dan, denk je, dat je er niet zo fan van was eigenlijk? Nou, ik denk sowieso dat er best wel stigma rondhangt ook. Middelbare school, dat het toch wel iets van, dat is vies. Op een gegeven moment kom je er, als je wat later kom je erachter dat het helemaal niet zo erg is. En het voelt ook gewoon een soort van, je hebt echt macht over iemand, in a way. Dat is ook gewoon sexy. Wat zijn je technieken?
Gewoon lekker rustig beginnen. Ja. Sowieso. En dan gewoon, gewoon goed de juiste plek raken. Wat is de juiste plek? De clitoris. Ja, dit kan heel goed, maar let wel op. De clitoris is bij de ene vrouw namelijk gevoeliger dan bij de ander. En het kan ook heel goed zijn dat als je gelijk losgaat op haar clitoris, het overprikkeld raakt en het juist niet meer zo fijn is als dat het bedoeld was. Zorg dus dat je afwisselt of anders gewoon goed communiceert. Want communicatie is key. Gewoon zorgen dat iemand anders het gewoon heel fijn vindt, eigenlijk. Dus gewoon een beetje samen uitzoeken wat lekker is. De ketamine. Vertel, de eerste keer ketamine. Mijn vrienden deden eigenlijk altijd al ketamine. En ik was nog niet echt helemaal van overtuigd of ik het nou moest doen of niet. Want ik was een beetje... Ik had ook wel een paar mensen al gezien die zo helemaal in een gat terecht kwamen. Een keihol. Ja, ja, een beetje in een keihol. Of in ieder geval helemaal de weg kwijt waren. Ja, wanneer je ketamine gebruikt, ligt dit op de loer. Als je een lage hoeveelheid neemt, kan je je dromerig en ontspannen voelen. Maar wanneer je een hoge hoeveelheid ketamine tot je neemt, kan je in een keihol belanden. En zo'n keihol wordt vaak ervaren met een bijna doodervaring, omdat je je niet meer kan bewegen en ook niet meer kan praten. Let dus goed op hoeveel ketamine je neemt als je het gebruikt. Dus daar was ik een beetje huiverig van, oké, moet ik dit wel proberen? En toen dacht ik toch, toen we een beetje aan het afterspacen waren in ons appartement. Oké, dan ga ik het een keer proberen. En eigenlijk de eerste keer dat ik het deed, voelde ik me gewoon een beetje in die bank zakken. Ik zat gewoon op een bank en ik was gewoon een beetje moe in een bank aan de zakken. En ik dacht van, oké, is dit het dan? Ik was eigenlijk best wel teleurgesteld erin. Maar op dat moment snapte ik de grap nog niet helemaal. Wat is de grap van ketamine dan? Als je het op een goede manier gebruikt, dat het je helemaal je hersenen even op een andere golflengte kan zetten. Waardoor je allemaal dingen gaat doen en ziet en begrijpt die gewoon niet kloppen in de realiteit. En dan kan het heel grappig worden. Ja? Ja, pas eigenlijk toen ik het niet op een afterparty ging doen en gewoon op een festival of in de club. Toen begreep ik pas van, zo... Dit is ketamine. Dit is ketamine. Ja. Ik heb één heel grappig verhaal. We gingen dan tijdens het dansen op de muziek. Dat we als we onze zonnebrillen opzetten, dat we heel hard gingen dansen. Ja. En zodra we ze afzetten, stonden we gewoon weer helemaal normaal stil, alsof er niks was gebeurd. Alsof jullie pokerface normale mensen. Ja, dus gewoon pokerface normale mensen. En er komt een vriend van mij, die had volgens mij LSD ook gedaan. En hij ging de hele tijd meedansen. No. Want hij was gewoon zo... En elke keer dat wij onze zonnebril afzetten, stopten wij met dansen. En hij was nog zo aan het dansen. En dus we deden dat een paar keer. Tot op het moment dat hij zegt... Jongens, volgens mij ga ik echt fucking slecht. En wat bleek dus, hij dacht dat hij gewoon ons zag dansen in zijn hoofd. Want elke keer dat hij lekker ging dansen met ons en hij keek, waren wij niet meer aan het dansen. Oh. Dus hij was helemaal gewoon brain fried door die grap. En toen hebben wij gewoon eigenlijk 2 uur lang daarom gelachen en dat was ook de avond. Wat sad. Ja, maar hij vond het uiteindelijk heel grappig. Ja, en we hebben toen er niet wist. Mega erg om te lachen, maar hij was gewoon helemaal... Hij kon niet begrijpen dat wij gingen stoppen met dansen. Mm. Dus hij dacht dat wij aan het dansen waren in zijn hoofd. Dus het is een aanrader als je iemand heel erg wil fucken. Wil fucken. Maar dat is natuurlijk onaardig. Thanks Jim! Het was heel erg leuk. En jullie zijn benieuwd naar mijn allereerste keer ecstasy. Ik kan je vertellen, ik was een jaar of 16 en het was bij een vage kennis thuis. Ik was nog met een vriendin samen en... Holy shit, het was fantastisch. Het enige wat ik niet kon handelen waren biscuitkoekjes. Want die waren heel slof, of hoe noem je dat, zacht. En dat had ik niet verwacht. Voor de rest heb ik genoten, naar de sterren gekeken, gedanst en niet gekotst. Dus dat is win-win. Nou, naar welke ervaring ben jij benieuwd? Laat het weten in de comments. Vergeet niet te liken en te subscriben en dan zie ik je volgende keer.